What up guys, mijn naam is QC. Mijn naam is Nessim. En vandaag zijn we in mijn eigen hometown, Spijkenisse, Spike City, Spiekri. We zijn vandaag op de lowlands van Spijkenisse, jongens. We zijn vandaag op Spijkenisse Festival en we gaan mensen een leuke vraag stellen. Wat wordt de vraag? Wat was je laatste zoekopdracht op een pornosite? Wat was jouw laatste zoekopdracht? Boah, ik weet niet, ik zeg eerlijk, ik heb zo lang geen porno gekeken, ik zweer het. No, op alles. Ja? Ik heb heel lang niet gekeken, maar waarschijnlijk iets met Big Booty of zo. Ik zweer het, wou ik ook zeggen, Big Booty. Je flash die box. Big Booty, dat is hem man. Ja. Of Ebony, weet dat niet. Nee. Laten we gewoon aan de mensen vragen, goed? Ja. Jongens, ik sta hier met mijn grote vriend Rico. Wat up, broer? Vaka, bro. Wat was jouw laatste zoekopdracht met porno? Natte gaatjes. Wat? Natte gaatjes. Natte gaatjes. Natte gleuven of zo. Ja, weet ik veel, bro. Ja, je vraagt me wat toch? Dus je gaat naar xvideos.com of zo en dan zoek je natte gleuven. Ja, tuurlijk. Wat dan? Hoe vaak kijk je zeg maar porno in een maand? Eén keer, ik doe het liever, man. Je doet het liever. Je kunt toch beter zelf porno maken, of niet? Daar heb je gelijk in, man. Ja, is best toch? Maar dus de laatste zoekopdracht was natte gleuven. Ja, man. Wat was je allerlaatste zoekopdracht op een porno-site? Ja. Ik doe geen zoekopdrachten. Maar je klikt gewoon? Ja. Waar heb je het laatst op geklikt? Ja, gewoon op die hitlijsten gewoon. Maar wat was het, zeg maar? Wat was het? Ja, gewoon seks. Gewoon seks. Waarom schaam je je opeens? Ja, gewoon. Maar thuis had je lekker te slokken, hè? Wat was jouw laatste zoekopdracht met porno? Ja, YouPorn, man. YouPorn? En wat zoek je op YouPorn? Ja, als ik dan kijk ik wel graag naar milfies, weet je. Ja, maar kijk je het nog steeds? Nee, ik ben gestopt. Ik heb sinds 2 maanden een vriendin. Oké, dan stop je met porno kijken. Dan moet je serieus worden, toch? Why the fuck you lying, man? Ik kan niet liegen. Nee. Okay. Wat was uw laatste zoekopdracht op een porno-site? Uitgepraat. U kijkt nooit porno? Nou, niet zo vaak. Wel eens gedaan, toch? Jawel. En wat, naar wat keek je dan? Ja, naar wat mijn vriendje ook leuk vond. En wat vond hij leuk? Pijpende wijven. Pijpende wijven. Ja, dat vond hij leuk. Dat vond hij leuk, hè? Ja, dat vond hij. Jij toch ook? Dat zijn mannen. En jullie kijken samen naar pijpende wijven? Nee, niet zo vaak. Wel een keer gedaan. Ja. Wat vond jij daarvan? Geil. Vond je geil? Kan je zelf ook goed pijpen? Nee. Ik heb altijd mijn mond. Wat was jouw laatste zoekopdracht tijdens porno? Zoekopdracht. Ja, met porno-site. Hot Latina, man. Ik zeg jou eerlijk. Ja. Big Booty Latina, je weet toch? Die klep, 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 klep. Ja, man. Ja, maar alleen Hot Latina's. Ja, man. Ik zeg jou eerlijk, man. Wat was jullie laatste zoekopdracht met porno kijken? Ja, gewoon lesbisch. Je houdt van lesbisch? Ja. Je houdt van die scharen? Juist. Doe het even voor je met je vingers, man. Ja, gewoon zo, je weet toch? Gewoon zo. Ja, ik weet ook alles moet. Ja? Maar kijken jullie, want jullie kijken beide lesbische porno. Ja. Kijken jullie ook samen? No, man. Nee? Nee, man. Maar jullie delen wel video's met elkaar? Nee. Hij mag lekker zelf zoeken. En wanneer was je laatste zoekopdracht? Wanneer, zeg maar? Als ik eerlijk moet zijn. Ja. Gisteravond. Gisteravond? Ja, man. Als ik eerlijk, ik ben eerlijk, weet je. Ik ben eerlijk. Heb je wel je handen gewassen? Hè? Hey. Ja. Sowieso. Ja. En jij, wanneer was jouw laatste keer? Eergisteren, man. Eergisteren? Oké, okay. En vanavond weer? Ik weet niet, misschien wel. Jullie zijn de vader en zoon? Nee, dat is mijn vader. Oh, dit is jouw pa? Ja. En dit is jouw pa? Nee. Heb je een pa? Ja, dat is mijn pa. Wat was je laatste zoekopdracht op een porno-website? Ja, rechtsboven heb je zeg maar zoek... Dat zou ik echt niet meer weten. Hij weet het. Jij weet van je vader? Nee, oh, ja. Ik weet van jij. Jij weet het. Samen. De wat? De Rosie. De Rosie? Kenny, hè? Of Candy? Candy? Ja? Oh, wacht, even terug spoelen. Jullie waren samen? Ja, wij gingen samen porno kijken. Jullie gaan samen porno? Ik zit dan die van hem en hij zit dan die van mij. Oh, lekker kruislinks snokken. Je deed een wedstrijdje, wie het eerst klaar kwam. Hij won. Maar jullie, hij won, ja.
Dus jij kan goed trekken. Ja. Top, ja. Maar ja. Maar hij zegt dat je naar Candy zocht. Naar Candy? Is dat een bepaalde pornoactrice of zo? Candy? Nee, dat is voor jouw tijd. Oké, maar wat vind jij zeg maar het geil, zeg maar? Donkere vrouwen, blonde vrouwen, wat vind je leuk om naar te kijken? Alles door elkaar. Alles door elkaar, ja. Ja, moet een beetje een beetje... Een orgie. Ja, gangbang. Orgie, alles door elkaar. Oké. HD. Full HD. Ja. Jij bent nog van de tijd dat je porno moest downloaden, toch? Ja, precies. Nee joh, nog boekies. Boekies, man. Ja, ja. Nee joh. Ja, zo oud ben ik. Je ging bladeren. Wat hè? Ja. Toen ging die router in. Ding, 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 ding. Downloaden. Weet je wel, zo'n router? En dan was het. En toen kwam je echt wachten met een harde lul. Dat de tieten eruit kwamen. Ja. Je moest gewoon een half uur wachten. En dan viel het me tegen, jongen. Moet je weer downloaden. Ah, de goede oude tijd, hè? Ja. Maar nu gaat het allemaal sneller, hè? Via de telefoon nog. Ik heb ook wel eens iemand telefoonseks gegeven. Wat? Echt? Hoe dan? Nou, vroeger was het gewoon, maak mijn geil, zei ze dan. En dan pakte ik een föhn of een, weet je wel. En dan die waaien, oh, kom schat, ja. Nou ja, die teller blijft doorlopen. Nou, echt hoor. Ja, lekker man. Had je vroeger van Boeg, weet je wel, die ken je nog? Gewoon Boegman? Nee, die bouwde, niet Boudewijn Boeg, maar die Menno Boeg. Wat was jouw laatste zoekopdracht met porno? Heel eerlijk, ik heb eigenlijk nog nooit opgezocht. Je hebt nog nooit porno gekeken? Nee, serieus. Hoe oud ben je? Ik ben 19, man. Get the fuck out here. Nee, ja, ik ben serieus. 19 jaar en nooit porno gekeken? Ja. Hoe goed is jouw vriend in liegen? Best wel goed, man. Ja, dat merk ik. Best wel goed. Wat was jullie laatste zoekopdracht op een porno-site? Lesbian porn, man. Lesbian porn? Ja, man. Lekker, man. En bij jou? Hardcore, man. Hardcore? Hardcore, man. Hoe de? Daar hou ik wel van hardcore, man. Gewoon echt rachen gewoon. Ik hou niet van zachte dingen, maar hardcore hou ik van, man. Wat vind jij zo leuk aan de hardcore, man? Dat vrouwen gaan gillen, man. Daar hou ik echt van, man. Ja, man. Dat ze worden mishandeld en shit. Daar hou ik van, man. Blauwe burgen. Zo, ja, toch. Dat ze geen lucht krijgen in die dingen. Daar hou ik wel van, man. Hoe de? Ja, man. Heb je wifi? Ja, man. Maar doe je ook die shit met haar, zeg maar? Oh, nee, man. Dat mag je niet, hè? Respect voor wifi altijd, man. Maar... Ja, toen ik maar nog dus, wifi had. Dus eigenlijk alles wat je niet met je vrouw kan doen, zoek je op om een soort van je behoeftes te krijgen. Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Jullie hebben stoute zoekopdrachten, man. Altijd, weet je, altijd. Maar alleen lesbisch of doe je ook wel eens wat anders? Sowieso altijd wat anders. Ja? Maar ja... Heb je nooit gezocht naar Big Dick? Ben gek, man. Hé, kanker op. Ik typ top, man. Oh, Big Black Cock. Hou je bek, man. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Wat was jullie laatste zoekopdracht met porno kijken? Gisteren? Ja. Maar wat had je opgezocht? Ja, ik weet niet, man. Neelfiet. Neelfiet. Je bent op de Neelfiet? Ah. Sowieso. Op YouTube, hè? En jij? Ja. Dus jij hebt gisteren gekeken, maar je wilt niet vertellen wat? Wat waren het mannen? Noah Ben, oh. Nog gewoon, ja, ik weet niet, man. Jij kijkt iets raars, hè, want je wilt het niet vertellen. Nee, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, man. Midgets? Nee, gewoon de jongeren. Ja, wat? Die kinderporno? Wat? No. Nee, kijk. Jij kijkt kinderporno. Je zegt jongeren. Jongere vrouwen, toch? Oh, 18 plus. Ja. Ja, zeker? Ja. 100%? 100%. Ja. Oké, en jij, Milvies? Ja, ligt eraan, hè. Of Milvies of iets jonger, toch? Okay. Maar ze moet wel lekker. En jij? Ik gewoon alles, man. Ik kijk alles. Nou, geen gay, dat sowieso niet. Maar wel midget en zo. Huh? Midget. Nou, ook niet. Wat was de laatste zoekopdracht met porno kijken? Wees me eerlijk hoor. Gewoon lesbian, man. Lesbische dingen, ja, lesbische dingen. Maar bij jou ben ik wel benieuwd. Niet. Je kijkt geen porno? Nee. Maar ik zag hem net een beetje twijfelen totdat je zei van, zeg het maar. Weet je dat hij porno kijkt? Ja, tuurlijk. Elke man doet dat. Ja? Ja, dat... Heb je hem wel eens betrapt ook? Ja, natuurlijk. Maar maakt niet uit. Dit wordt gewoon gezegd nu. Dit wordt gewoon gezegd. Ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Maar je kijkt lesbische porno? Onder andere, man. Tuurlijk. Ja, hardcore, maakt niet uit, man. Een beetje bondage, dat is ook wel kick, toch? Nu komt de ware aard naar boven, je ziet het. Ja, maar hij lult altijd meer dan dat hij de waarheid zegt, hoor. Ik ken hem langer dan vandaag. Ja. Ik weet precies waar zijn porno staat, hoor, dus maakt niet uit.
Maakt niks uit. ik ga niet voor je liegen. Hè. Vorige keer keek ik op mijn iMac toch? Had ze het verwijderd, hè? Ja? Had ze het verwijderd. En dan denk ik van, dan zit ze gewoon te zoeken, man. Dan zit ze gewoon te zoeken. Dus je vindt alles een porno-collectie? Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ja, eindelijk op de computer. Ja? En daar kan je gewoon achterkomen. Maar van mij zal hij nooit weten. Hey, van haar kom je nooit achter. Ja, dan is zij beter in het verbergen dan ik, man. Dan is zij beter in het verbergen dan ik, man. Ja, maar ik slaap niet op de computer. Wat zou je erg vinden als hij iets zou zoeken? Zeg maar, wat zou je het ergste vinden? Ik vind het niet erg. Nee? Nee. Ook niet als hij zoekt Big Black Booty en zo? Nee, joh. Ze hebben ook wel een Big Black Booty, maar dan white, weet je. Ze hebben een white booty, hebben ze dan. Dus. Maakt toch niet uit! Maakt niet uit! Wat was jullie laatste zoekopdracht op een porno-site? Mails black. Ebony Big Booty. Ebony Big Booty. Ik weet het echt niet meer, man. Ik zeg eerlijk. Je mag het zeggen, man, broer. Je hoeft niet te schamen. Gay porn, man. Neem maar van. xbev.com, beautiful titties, beste site ooit. Gewoon video's van brazers, alles. Ik bedoel, gratis. Gratis, het verandert je leven. Je gaat soms midden paar gewoon met school. Xbev. Xbev.com. Wat was jullie laatste zoekopdracht met porno? Oh, die is een goeie, man. Ja, weet je, ik heb niet. Ja, even denken, man. Ik hoop dat mijn mama niet kijkt. Mia Khalifa, man. Mia Khalifa, man. Ja, man. Oké, en dat is een pornoster? Ja, man. Ja, goeie, ik kijk zeg maar veel filmpjes van haar. Af en toe. Oké, lekker. En jij, kom eens even. Wat was jouw laatste zoekopdracht? Big Booty, man. Big Booty? Ja, man. Welke color? Black, man. Black, sowieso. Ja? BBW. Ja, ga maar weg. Mia Khalifa of zo, zei jij? Ja, man. Mia Khalifa, man. Oké, en daar kijk je alleen maar naar? Of heb je ook wel eens gewoon... Nee, joh. Ik discrimineer niet. Ik heb ook andere voorkeur. Wat zei je? Ik discrimineer niet. Nee. Alles mag, alles kan. Nou, behalve gay, nee, man. Nee. Gaat er weg. Maar gewoon een keertje, je ziet gewoon een midget genomen worden, dat kan wel. Nee, keer, wat heb je met je midget, man? No, man. Kan niet. Maar ja, dat is ook een van de zoekopdrachten. Nee, man. Ik doe niet aan midget porn. Sorry. Oké, geen gay, maar simil. Nou, nee, ook niet. Gaat te ver. Heb je nooit per ongeluk gedrukt op de... Wat was jullie laatste zoekopdracht op een porno-site? Ik moet heel eerlijk zijn. Mijn laatste... Ja, ik zeg eerlijk, maar mijn laatste was een paar oma's, man. Oma's? Wat? Oma's, man. Oma's? Ja, soms, man. Soms. Soms? Heel soms, man. Ja, maar mijn ouder dan milf gewoon. Gewoon oud. Nee, net ertussenin. Dat kan gewoon. Een gilf. Ja, juist, hij heeft gelijk, jij hebt gelijk. Grandma, I like to fuck. Ja, wel, sommigen zijn nog goed, hoor. Ik zeg jij bent ziek, man. Weet je wat hij is? Hij is een chingboy. Broer, naar deze torens kan je niet kijken, man. Je weet zelf. Hoe kijk je naar oma's, man, broer? Nou, niet oma's, geen oma's, maar gewoon net ertussenin. Maar welke leeftijd ongeveer? 50, 60. Broer, deze man is helemaal loco. 60? Broer, ik ken mensen die op hun 60ste dood zijn gegaan. Waar heb je het over? Ja, luister, ik heb een oma die is 60. Broer. Is je oma een beetje gaande? Mijn oma is super gaande, man. Wat zou je oma ervan vinden dat jij geld op oude vrouwen? Ze zou alleen compliment geven, hoor. Ze zou compliment hebben. Ze kijkt ook super gaande, toch? Daarom? Ze zou compliment geven, hoor. Heb je ooit in het echt seks gehad met een oma? Hé, dat staat wel op mijn bucketlist, man. Ja? Jawel, man. Dus voordat jij doodgaat, moet je seks hebben met iemand die bijna doodgaat. Dat moet echt gebeuren, man. Jawel, man. Hé, broer. Gun hem een oma op zijn verjaardag, man. Voor zijn verjaardag. Ik ga voor hem regelen, maar ik zeg je eerlijk, man. Als je een teammate hebt, moet je bij je teammate blijven, man. Je weet toch, je moet true met haar zijn. Wat heeft dat ermee te maken? Bro, je weet toch, onnodige informatie, broer. Zomaar. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dan moet je liken, abonneren op ons kanaal en laat een leuke comment achter. Je kunt ons ook volgen op onze persoonlijke kanaal. QC, ik bedoel QC. Nesim Naadje. Alles staat in de beschrijving, dus ga gewoon daar naartoe. Volg ons, gun ons alle liefde en wij gunnen jou leuke video's. Love!